Bodybuilder Wesley Vissers uit Best won zaterdag een wedstrijd in Amerika en kreeg de prijs uit handen van zijn jeugdheld, Arnold Schwarzenegger. Sinds ik een jonge was, keek ik al op tegen Arnold Schwarzenegger. De beste bodybuilder ooit, de meest bekende filmster ooit. Voor mij was het echt is nog steeds een legende. En om door hem zijn hand te mogen schudden en door hem de prijs te mogen ontvangen, is gewoon echt een droom die uitgekomen is. Ik stond minder dan een meter van hem af in zijn ogen. Zijn ogen in het echt gewoon aan te kijken. Ik denk van, is dit nou echt Arnold Schwarzenegger waar ik tegen aan het praten ben? Ja, het was echt zo. Dus ik kan nog steeds niet geloven als ik eerlijk ben. Een acteercarrière, net als zijn grote held, ziet Wesley ook wel zitten. Bodybuilding is natuurlijk een sport die je niet voor altijd kan blijven doen. En dat begreep hij ook heel goed. En na zijn bodybuilding carrière heeft hij ook zijn filmcarrière heel succesvol opgepakt. En ik denk vandaag de dag is er ook meer ruimte voor wat gespierdere lichamen om een rol te vinden binnen de filmindustrie en de acteerindustrie. Dus ik ben er zeer zeker geïnteresseerd in.